welkom bij TV Magazine van Gooi TV. We staan hier op een mooie lenteavond bij de Waternetplas in Loosdrecht. Op de achtergrond kunt u als het goed is ook de huizen zien van Oud-Loosdrecht. Deze uitzending hebben we onder meer aandacht voor het Shanty-koor. Vorige week kon u daar al iets over zien. Daarbij laten we zien dat een 14-jarige blinde jongen Dorian van Rijsselbergen ging uitdagen. Maar nu eerst gaan we kijken naar de Wereldbarbecue in Bussum. Een item van Andreas van der Schaaf. Ja, echt. Een paar uur geleden reed ik hier nog langs en er was echt nog niks. Ja, één tentje stond er. En kijk nu. Dat hebben ze toch snel gedaan, niet? Amerika zit er. Hi, hallo. Nee, ga door. Amerika. Wat zei je met Amerika? Wat zou jij het liefste eten van die landen? Turkije. Ja, hè? Wat is het lekkerste van de Turkse keuken? Turkse pizza. Ja, zie je het. En wat vind jij het lekkerste dan van de Turkse? Ja, ik vind ook Turkse pizza heel lekker. Ook? Ja. En die aardappelbroodjes. En de aardappelbroodjes. Ja. Alright, oké. Okay. Nou, en jij? Ja, ook de Turkse pizza. Oh, jongens, nou, ik had wat meer keuze verwacht, maar oké. Okay. Welk kanaal komt dit? Dit komt op Gooi TV. Spreek je nog een beetje Turks? Of, Soms. Soms, hè? Meestal toch. Kan je wat in het Turks zeggen naar de kijker? Welkom op de Wereldbarbecue, of is dat te moeilijk? Nou, dat is te moeilijk, maar welkom is Merhaba. Merhaba. Ja. Merhaba. Hey. Hi. Bussum of zelf of het Gooi? Ja. Bussum. Bussum? Ja. Ja, mooi, hè? Zeg, als je nou in het India's zegt even, ja. Welkom in Bussum, welkom op de Wereldbarbecue. Welkom in Bussum. Welkom in Bussum, ja, welkom. In het Telugu, in het Telugu. Ah. Randi Bussum ki enjoy chayandi. Yes, Bussum. Ja. Dank je, dat bedoel ik. Leuk. Frits van den Berg was ook deze week weer bij de Brinklaan in Bussum. Kijkt u mee hoe de bouw vordert van het appartementencomplex. Thank you.
Shantikoor Het Ruimesop bestond 10 jaar. Op 3 juni maakte Lisbeth Siegersma voor u deze beelden. Deining in Bussum is een muzikaal festival dat is ontstaan naar aanleiding van het 10-jarig bestaan van het Bussumse Shantikoor Het Ruimesop. Het feest begon al op vrijdagavond met een uitverkocht diner op het Wilhelminaplantsoen dat muzikaal werd opgeluisterd met een goed orkest. Zaterdag waren de koren aan de beurt, op 3 podia verspreid door het centrum van Bussum. Naast het Ruimesop zelf waren er optredens van nog een paar Shantikoren uit onze regio, onder andere het Haveloos Mannenkoor uit Ankeveen, een smartlappenkoor De Bladers uit Blaricum en meezingkoor Smarties uit Bussum. De derde dag zijn de blazers uit de regio aan de beurt. Arie de zeeman zwierf over de zee, had heel veel liefjes, maar dronk weinig thee. Hij kende veel steden met hun eigen zwier. Waar hij ook kwam, er was altijd wel bier. Dan de glazen vol en laat dan het bier maar stroom. Ook deze week zijn we er weer met het korte nieuws. Deze week gemaakt door Reinier van der Hulst. Op woensdag 25 mei was commissaris van de Koning Johan Remkes te gast bij de gemeenteraad van Gooise Meren om te praten over het burgemeestersprofiel. De huidige burgemeester, Albertine van Vliet Kuiper, is slechts interim burgemeester en niet beschikbaar voor een nieuwe termijn. Remkes was positief over de compacte eisenlijst die de vertrouwenscommissie had samengesteld. De gemeente Weidemeren heeft een website gelanceerd waar bewoners lokale projecten voor de verbetering op sociaal gebied en van de openbare ruimte kunnen publiceren. De lancering was op 28 mei tijdens een informatiemarkt in Kortenhoef. Met de website www.deappelboom.nl hoopt de gemeente inwoners samen te brengen en te inspireren om samen eigen initiatieven te starten.
De gemeente Gooisemeren organiseert samen met het bedrijf Home op 7 juni een energieavond in de Godelindenbuurt. Om bezitters van koopwoningen in de Godelindenbuurt en het Ladewegkwartier te informeren hoe zij hun koopwoningen energiezuiniger kunnen maken. Zo kunnen bewoners zich inschrijven voor verschillende energiebesparende maatregelen. De bijeenkomst start om 8 uur in wijkcentrum Achter de Linden in Bussum. De voormalige knorfabriek in Loosdrecht wordt zeer waarschijnlijk gesloopt. Dat heeft de gemeenteraad van Weidemeren op 26 mei besloten. De knorfabriek staat al enkele jaren leeg en de raad heeft nu een bestemmingsplan aangenomen dat woningbouw op het terrein mogelijk moet maken. De fabriek moet daartoe gesloopt worden. D66 is fel tegen het plan omdat zij vindt dat de fabriek tot het sociaal-cultureel erfgoed van Loosdrecht behoort. Het bestemmingsplan ligt nog tot de zomervakantie ter inzage. Peter Smit is door de VVD Weidemeren voorgedragen als nieuwe wethouder. Hij gaat de opgestapte Joep Vrijdal vervangen als wethouder van onder meer financiën. VVD Weidemeren had aangegeven bewust buiten de eigen gemeente naar een nieuwe wethouder te gaan zoeken. Smit was eerder wethouder in de gemeente Blaricum en is daar momenteel ook nog raadslid. Peter Smit wordt op 16 juni geïnstalleerd. 14 jaar en bijna blind. Dat overkwam een jong surftalent. Hij liet zich echter niet weerhouden en hij daagde Dorian van Rijsselberg uit op 29 mei. Kijkt u mee. We zijn op weg naar het eiland Robinson Crusoe, waar de stichting Sailwise mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking laat kennismaken met verschillende vormen van watersport. En zij doen dat samen met het Fonds Gehandicaptensport. Al sinds 2005 komt er ieder jaar een groep leerlingen van de Mithiel en Tieltiel School Lindenstein uit het Friese Beesterswaag naar het eiland voor een sportief en waterrijk weekend. Dit laatste weekend van mei is wel extra bijzonder. Olympisch en wereldkampioen windsurfer Dorian van Rijsselbergen is op het eiland. En niet zomaar. De 14-jarige Reinoud Kluiters uit Eindhoven heeft hem uitgedaagd voor een wedstrijdje. Reinoud is 3 jaar geleden slechtziend geworden, maar is wel blijven windsurfen. Dorian gaat de uitdaging aan om met een geblindeerde skibril het water op te gaan. Deze bijzondere wedstrijd was voor veel cameraploegen, zelfs eentje uit Canada, een reden om ook naar het eiland te komen. Mijn naam is Dorian van Rijsselbergen, Olympisch windsurfkampioen 2012 in Londen. We zijn hier met Sailwise op de Loosdrechtse Plassen, waar ik ambassadeur van ben. Samen met mijn supertrainingpartner Reinoud. We are here on the Loosdrechtse Plassen with my special training partner for the Olympics, Reinoud. I am Reinoud Kluiters. I'm 14 years old and I have a visual handicap. The goal is for today for me to wear ski goggles, which are blinded out, and race Reinoud. Reinoud's windsurfing already for a couple years, so he's got a big advantage on me. And Reinoud heeft dat nu al. Dus we gaan een wedstrijd varen. Do you think you're going to beat him? Yes. Perfect. Let's go. This way. Reinoud is een enorme geluksvogel, vind ik. Dat hij vandaag mag surfen met Dorian. Want wie wil dat nou niet? Maar ik heb Dorian gisteren gezien. En een beetje smal bekkie heeft hij nu. Dus ik denk dat Dorian eigenlijk de geluksvogel is dat hij met Reinoud mag surfen. Het is fantastisch dat Dorian, ondanks een volle agenda, 70 dagen voor Rio, bij ons wil zijn om het tegen Reinoud op te nemen. Ik wil niet al blij houden voor Dorian, voor Reinoud, maar ook voor de scholen hier van Lindenstein. Zonder zicht voel je nog wel de windrichting en het water, maar de boeien op hun route zijn wat lastiger te vinden. Vanuit diverse volgbootjes klinken fluitjes om de mannen de juiste kant op te sturen.
En als je gaat grijpen, probeer je aan de binnenkant te staan en probeer je hem zo van je af te dragen. Snap je dat? Voelt jezelf dicht houden en veel met je voeten insturen. Ja, dat je zeg maar, net als met skiën en snowboarden, wakeboarden, dat je zo'n draai gaat maken. Ten slotte hebben we nog mooie beelden voor u van boten in Muiden en Muidenberg. Ook weer gemaakt door Frits van den Berg. Thank you.
Tot zover weer TV Magazine. Hopelijk kijkt u volgende week weer mee met Nanny Blank.